Zeer goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik ben de koffie erbij aan het nemen. Jawel, dames en heren, moet ook gebeuren. Ik heb mijn sandwichjes ook al gesmeerd. 3 sandwichjes met choco. En die is de suiker al in de tassen aan het doen. Voor mij 10 klontjes. Ik denk dat je 10 klontjes hebt. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, ik heb er 10. 10 om te zien. 10 om te zien. Oh ja, ik moet nog zelf nog iets doen. De melk. Daar staat geen melk. Oeh, dan moet ik weer een nieuwe pakje pakken. Ik zal hier nooit in mijn woning zonder melk zitten. Nooit. Waarom niet? Ik koop krattenmelk. En voilà, hier is de melk. Dus ik heb dan alles. En dan wil ik ook nog iets laten zien aan jullie. Kijk eens aan de camera draaien voor mij. Hier is hij. Kijk eens hoe lang hij nog moet doen. Nog 62 uur en 1 minuut. Ik ben al 5 uur en 20 minuten al met deze project al bezig. Het is nog maar 7,9% klaar. Oh, oh, oh. Wat gaat dat zijn? Dus iets voor de gamers. Iets voor de gamers wat ze kunnen gebruiken. Allee, tot later. Yo, yo, yo. Ik kan nu lekker eten. En mijn schatje ook. Moet je ook een goeiemorgen zeggen tegen de kijkers, of niet? Ik ben gewoon nog niet wakker, dus... Ze is nog niet te goed wakker, oké. Ze is niet goed wakker, want daar zit ze. Voilà. Goedemorgen, schatje. Timmy. Voilà. Tot straks allemaal. Yo, yo. Zo, we hebben ook gedaan met Rummy Cup te spelen. Ik voel me niet zo 100%. En ja, Bea gaat dus zelfs met haar zusje op stap. Was ik aan... Ja, of zus. Ja. Zus dan, zus, voilà. Op stap, wat ze gaan doen, dat weet ik niet. Dat laat ik aan hun over. Ja, dat laat ik aan hun over. Dus dan moeten jullie niet gaan achter happen, happen, happen. Zeg, wat hebben jullie gedaan? Nee, 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 dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Het was een hele leuke weekendje. Mijn maatje is zelfs vrijdag nog speciaal afgekomen tot zaterdagmorgen. Omdat zij nog zaterdag nog van allerlei dingen ook nog had opstaan, is het toch uiteindelijk toch nog wel afgekomen vrijdags. Nou, we verdienen ook een duimpje omhoog. Ik heb niet veel gedaan deze weekend, omdat dat ik ziek ben. En ja, ik ga het nog eens even ook nog eens zeggen. Ginder. Heel ginder. Dat is die gebouw. En die gebouw. Daar komt ook nog nu een gebouw te staan. Ja. Dat is nu volle bak aan het werk. Ja, nu niet, maar bedoeld is zondag. Morgen gaan ze daar ook weer al aan werken. Wilt jij nog iets tegen de kijkers zeggen? Ja, gewoon zo bedoel ik, achter de schermen. Nee? Tot de volgende. Oké. Dan zal ik. Tot de volgende. Ja, ik wou het zeggen, ik zal het in haar woorden dan zeggen. Tot de volgende keer. Maar ze is vast rapper. Leven is toch wel voor de rappen, hè? Weet je dat? Ja. Ah. Het leven is echt voor de rappen soms, hoor. Mensen, denk er maar aan. Ik heb ook nog wel last van mijn buikje. En hier is ook nog alles goed opgeruimd. Op mijn appartement, ziet dus. De luchtmatras ligt daar ook nog altijd. Mijn zetelken is ook zo goed als opgeruimd, behalve met 2 handdoeken na. Sjoef, sjoef. En een schroefje. Voilà. Dan heb ik hier al 3 handdoeken. Deze handdoeken die ga ik integraal in de wasmand gooien. En u... Ja? Ah, ze is er. Dus ze gaat nu vertrekken. Dus ik zeg... Schatteke, ik zie je graag. I love you. Ik heb een sleutel. Ja, uw sleutels moet geen nog hebben, hè. Die heb ik niet. Mijn sleutels die hangen hier aan.
Voilà. Schatteke. Voilà, jullie hebben het gehoord. Een kusje. Heb je hem? Ja. Ja. Allee, salukes. Tot de volgende. I love you. Doei doei. Voilà. Dan kan ik nog wat even gaan rusten. Wat ik nu ook nog zelf ga doen, dat is uit de raam dan gaan zwaaien. Ik ga mijn sticky wat dan groter maken, langer maken, ik zal het zo zeggen. Kijk, nu zit ik op een afstand. Als ik ook nog beeld kan krijgen. Voilà. Oh. Niet wegwaaien, hè. Want het is blijkbaar precies winderig, hè. Allee, veel plezier. Dat is dus een latrelatie. Dus wat we hebben. Dus, en ik ben er ook wel blij om en al. Ik heb mooie momenten samen met haar. Echt waar. We zijn hier nu al heel vaak ook een Rummy Cup aan het spelen. Allerlei dingen ook aan het doen. Volgende week komt ook nog Lion Gaming Solutions naar hier toe om ook een computer volledig in orde te maken naar Windows 10 toe. Want binnen 22 dagen, eigenlijk nu voor als jullie gaan kijken, binnen 21 dagen zal Steam neemt dan afscheid van Windows 8.1. 8.1 is dan gedaan met gamen. Iedereen die nog een Windows 8.1 heeft. Ja. Dus daarbij een regel rappe omschakeling naar Windows 10 toe. Ik zie jullie allemaal binnenkort terug. Yo. Hallo allemaal. Ik heb de vlog gisteren niet dus afgesloten. Dus bij deze ga ik nu even snel afsluiten. Ik heb gisteren nog om een Discord-server gewerkt, die van de Discord van SacroTV, die mensen weten dat er een nieuwe server is, wat binnenkort ook nog live gaat. Een goede scheet in de ochtend kan lekker deugd doen. Ik ben nog aan het denken, wat heb je daar nog gedaan? Ja, dat is het meeste. Dus ook de lampjes heb ik daar ook al in toegevoegd. Noem maar op, daar heb ik dus echt nog heel veel werk gedaan. Nu ga ik nog de vlog nog in een kander steken. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je je horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Yo.